Burgemeester Arjan Gerritsen, allereerst gefeliciteerd. Het kabinet, de ministerraad heeft besloten dat u commissaris van de Koning van Flevoland wordt. Ja, dit is dus een van uw laatste officiële optredens. Ja, dit is inderdaad een van mijn laatste optredens buiten de deur, zal ik maar even zeggen, bij een fantastisch evenement. En ik had dat al eerder vanavond gezegd, Almelo kan zich meten met elke andere evenementenstad. Als je kijkt wat hier georganiseerd kan worden in deze stad, met nu open air, waar de profronde bij in is ondergebracht. Ja, dat is iets waar ik ongelooflijk trots op ben. En die benoeming is vandaag afgekomen. 1 november vertrek ik ook, ben ik hier ook weg. Maar ik ga dit wel missen. Nee, 39e keer en 39e editie. We zijn blij dat het weer kan. Het is best wel moeilijk om zoiets te organiseren tegen ten dagen. Nou, we hebben vorig jaar natuurlijk een editie gehad die wat beperkter was. Vandaag de dag is het nu weer een volledige profronde. Wat vindt u ervan dat het nu onderdeel is van Open Air? Nou ja, kijk, Open Air is ons eigen initiatief. Ik ben daar destijds, het is eigenlijk een gedachte die ik bij voorbaat vorig jaar al heb geuit. Toen heb ik gezegd, willen wij die profronde handhaven, dan moeten we naar een meerdaagse evenement. Ik denk dat de format die men nu hier gekozen heeft, ik zal niet zeggen de redding van de profronde, want dat klinkt heel negatief. Maar het is wel een ontzettend mooie aanwinst voor de stad. Ik zei het al, we hebben heel veel evenementen en dit wordt een parel van al die evenementen. En jullie kennen hem allemaal, de winnaar van vandaag. En een heel groot applaus voor de Europees kampioen. Fabio Jacobsen, winnaar van de profronde. Almelo, de 39e, gefeliciteerd. Het begint weer te regenen. In het begin van de koers regende het ook. Is dat gevaarlijk? Ja, het was erg glad. Gelukkig zijn het maar kleine buitjes. En hopelijk wordt het snel droog voor iedereen die kwam kijken en die hier nog op het feest is. We zijn er allemaal veilig doorgekomen en gelukkig was ik de snelste. Is dit lastig, zo'n stratenparcours? Is dat lastiger dan een grote koers? Ja, het is wel anders. Lastiger wil ik niet zeggen. Ik heb vroeger bij de jeugd veel criteriums gedaan zoals dit. Dus ik weet wat het is om hard door de bocht te gaan en een sprintje te rijden. Dus ik vind het vooral heel leuk. En in Nederland zijn er niet zo heel veel wedstrijden. Dus als we dan criteriums kunnen doen, is dat leuk voor het publiek. Was het lastig? Op een gegeven moment reed je op achterstand. Ja, ik had een klein glijpartijtje in de bocht. Geen valpartij, maar ik moest even voet aan de grond zetten. Maar ik kon gelukkig terugkomen en weer naar de kop van de koers. En meedoen voor de winst. Jacobsen van Rolland!